after the party, it's the Waffle House. If you ever been here, you know what I'm talking about. Where people don't dance, all they do is this. And after the original, you know what it is. Welcome to Atlanta. Remix, it had to go down. I got something else to tell you about the new Motown. Where people don't visit, they move out here. And ain't no telling who you might see up in Lenox Square. I don't know about you, but I miss the Freak Nick. Cause that's when my city used to be real sick. People from other cities used to drive for miles just to come and get a taste of this ATL. I'm the MVP, most ballin'est player. Make my own. Hi allemaal, welkom bij een nieuwe vlog. Ik ben vandaag niet vrij, ik heb wel gewerkt, maar een ochtend van 7 ochtends tot 12 uur 's middags. Inmiddels is het volgens mij wel 3:30 of zo. Mijn haar is het echt zo grappig vandaag. Kijk, ik krijg heel mijn slag terug. Ik heb niks gedaan. Ik heb het gewoon laten opdrogen. En het ziet er nu zo uit, best leuk. Ik ben lekker Netflix aan het kijken vandaag. Het is vandaag weer mooi weer, zoals je kan zien. En ik ga naar Alons. Dat is, ik ga ondertussen denk ik die kant op. Ondertussen begin ik alvast met lopen. Ik ga naar Alons en dat is ja een soort bakkertje, maar dan wel groot. Omdat ik, ja, dat is het dichtstbijzijnde wat je kan halen en ik heb zin in wat lekkers. Oké, ik dacht echt dat ik daar een super gaaf iets zou zien of zo. Maar het zijn allemaal van die aparte dingen die ik dus echt niet lekker vind. Dus wat ik heb gekocht is een brownie en ijs. Dus ik moet echt rennen naar huis. Want anders dan is mijn ijs gesmolten. Ik zag Tony Chocoloni, maar geen wit. Volgens mij eten ze hier niet echt witte chocola of zo. Echt jammer. Aan de overkant van de straat hebben ze ook echt mega grote huizen gebouwd. Hi allemaal, het is weer een nieuwe dag. Het is vandaag maandag en ik ben onverwachts vrijdagmiddag. Dus ik dacht, ik ga een beetje op avontuur of weet ik veel. Ik ga naar de Jackson Street Bridge. Ik heb net mijn Uber besteld. Ik wacht nu hier, daar is de kerk en hier, daar woon ik. Dus ja, ik ga jullie meenemen. En die Jackson Street Bridge staat zeg maar bekend om The Walking Dead. En je ziet het is zeg maar, je ziet de skyline van Atlanta. En ja, je ziet het in heel veel films en zo. Dus misschien dat jullie het wel een beetje herkennen. En ik wacht nu op mijn Uber en ik vind het super spannend. Ook al heb ik wel eens Uber gebruikt, maar nog nooit alleen, dus. Nou, geen idee of ik te horen ben, maar ik dacht het is wel leuk om misschien te laten zien hoe ik dus mijn foto's maak. Ik ben nu bij de Jackson Street Bridge. Zoals je kan zien, zie je daar de hele, achter mij nu de ja, skyline. Ook die je dus ziet in Walking Dead en zo. En ik ga laten zien hoe ik mijn foto's maak. Dit is dus dat ding wat ik heb gekocht. Hier kan ik gewoon mijn telefoon inzetten. En dan heb ik dat afstandsbedieningetje in mijn hand. En zo krijg ik goede foto's. Yeah, one day night, you know things change with time. Magic City back looking like 89. All my homies on the south side up in the Ritz. Tuesday night, the Velvet Room, same shit. Wednesday, strokers, I don't go no more. Cause they don't know how to treat you when you come through the door. Thursday night was plush, but we moved the fuel. And I be up in the booth drunk, acting the fool. Friday night, at Kaya, they still got love. And the Shark Bar be popping like it's a nightclub. Saturday, still off the easy. Downtown. Let dit niet op mijn rode hoofd. Ik heb serieus gewoon 45, nou ja, 30 minuten denk ik gelopen. En het is 30 graden of zo. Dus
Ja, ik heb het echt stikheet nu. Ik heb net wel eventjes in een parkje gestopt, even om te zitten. Wat je zag met die watervallen. Nu ben ik bijna, ik zag hem net al van afstand, bij de Reuzenrad. Dus... En daarna ga ik naar huis, dan vind ik het alweer genoeg geweest. Tell Flex to run it back and drop a bomb on it. Sunday we laying low in Halo, sipping Chris and we straight. Monday we go to Bungalow 8. Tuesday I'm in spa drunk doing the shake. And for the rest of the week we just follow the freaks. You can spot us out of town by the way that we walk, the way that we talk. Cocky the state of New York. Hot now, top down at the Ruck. Game. New coupe, no roof, player, what's my name? Now Brooklyn, Queens, Manhattan, Staten, Uptown, what now? Let's make it happen. New York, motherfuckers. If you can make it here, you can make it anywhere. We still here, and we built it for more new times. Say St. Louis ain't hip-hop. Dirty, we hop to what's hip. Nou, dat is dus het, dit is dus het Olympisch Park of zoiets. Met die fakkels, en hier staan... Allemaal namen, maar ik heb er niet zoveel verstand van. Ik heb echt geen flauw idee allemaal. Ik vind het weer leuk geweest voor vandaag. Dus ik ga mijn Uber laten bestellen. En dan ga ik lekker naar huis. En dan ga ik lekker douchen. Want ik ben echt... Ik heb het zo warm. Niet normaal. Echt mega rood. Zo beschut. Ik zit even bij Starbucks. Dit is zo lekker. Echt niet normaal. Het is... Mango met dragon fruit of zoiets. Ik heb de grootste. Echt heerlijk. Ik ga deze even lekker opdrinken en dan wacht ik zo op een Uber. Palm trees, bad bitches and wannabes. OGs like me, eat no policies. Now latest, jelly beans and wallabies. Real niggas from the set I hardly ever seen. Mostly heard, sell a bird off the kizzerb. And when we dip, we hop it then we swizzers. A lot of homies like to wear the pisser. Goedemorgen, het is vandaag dinsdag en ik ben precies 2 weken in Amerika nu. Ik heb vanochtend mijn social security number aangevraagd. En nu moet ik 2 weken, of binnen 2 weken, wordt die volgens mij opgestuurd. En ja, ik ga verder mijn vlog editen vandaag. Ik moet straks ook nog werken, dus ik weet niet of ik hem vandaag online gooi. Ik denk morgen of heel misschien vanavond. Ik moet even kijken... Hoe de, of wat ik heb qua tijd nog vandaag. En ja, ik wilde even mijn vlog afsluiten, want daar ben ik niet zo goed in. Dus bedankt voor het kijken. Leuk dat jullie gekeken hebben. Laat me weten wat je ervan vindt. Ik hoop dat ik alles goed vertaald heb. Grammatica fouten, als die erin zitten. Sorry, dit was niet zo'n lange vlog, maar ik denk wel een leuke. Dus tot de volgende keer. En vergeet ook niet een duimpje omhoog te doen en om te abonneren. Doei doei! After the party is the Waffle House. If you ever been here, you know what I'm talking about. Where people don't dance, all they do is this. And after the original, you know what it is. Welcome to the remix, it had to go down. I got something else to tell you about the new Motown. Where people don't visit, they move.